Strijk, 42 jaar oud. Het is 1964. Als 90-jarige vind ik het bijzonder om mezelf terug te zien. Ik kijk naar mezelf met de wetenschap wat met mij sindsdien is gebeurd. Ja, ik ben het. Maar ook weer niet. Graag publiek, dames en heren, ik heb de heer u voor te stellen. Moeder en dochter, zij wegen tezamen 900 pond. De dochter is thans 16 jaar oud, woog toen zij geboren werd 21 pond... en heeft thans een lichaamsgewicht van circa 415 pond. De moeder, 485 pond zwaar, heeft een taille van 2,50 meter... en een knieomvang van 1,25 meter... Dames en heren, en dat is dan tevens het einde van de voorstelling. Wij danken u voor uw belangstelling. Wensen u nog een recht genoeglijke en plezierige kermis toe. Ook namens de beide dames. Ik dank u wel. Wat wordt dat kindje met zijn geboorte? Is toch wel zeer weinig, hè? Ja. Ja, ziet er toch wel gezond en flink uit, hè? Ja. Ik wilde toen een film maken over mijn herinneringen, mijn waarnemingen en belevenissen. Als filmmaker kan ik die zichtbaar maken. Eigenlijk wilde ik alles vastleggen. Alles. Ook mijn twee kinderen uit mijn eerste huwelijk, Louis en Dominique. En het nieuwe gezinsleven met mijn tweede vrouw, Jacqueline, en pasgeboren dochter, Mardou. Ik keek mijn ogen uit naar mijn kind dat de wereld ging ontdekken. Wat ga je het laten horen? Waar ik mee bezig ben. This is a recording of my mother. She was a singer. Years ago, she died. She's on tape now. Ahora me quiero ir, págame miña soldado, que no te quiero servir. De meeste ansichtkaarten berichten over de temperatuur en het voedsel van het vreemde land. Mijn moeder daarentegen probeerde het gevoel over te brengen van een ijskoude trapleuning in een snikhete Spaanse haven. Met mijn ouders ben ik nog vrijwel dagelijks bezig. Mijn vader was toneelspeler. Bij hem wist ik nooit of hij een vader was of alleen die rol speelde. Hij was een erudiet en ik kreeg een rugzak vol kennis mee. Mijn moeder was zangeres. Ze verliet het concertpodium en wilde als communiste de wereld verbeteren. In plaats van het zingen van Mahler ging ze op het Spaanse platteland de liedjes noteren van de landarbeiders. 3 maanden na de dood van mijn vader
maakte zij een einde aan haar leven. Ay, busco la blanca niña. Ay, que no la en esta vida. Ay, que no la en esta casa. Ik kan hier linksaf gaan. En ik kan hier ook rechtsaf gaan. Maar misschien moet ik wel rechtdoor. De toneelspeler Louis Van Gasteren, die in 1959 afscheid nam van het toneel, is op 74-jarige leeftijd in Utrecht overleden. Uit de Amsterdamse stad Schouwburg, waar een chapelle ardente was ingericht, werd zijn stoffelijk overschot onder grote publieke belangstelling ten grave gedragen. De zoon en dochter van de overleden acteur volgden hun vader op zijn laatste tocht door de stad waarin hij zoveel jaren is opgetreden, samen met acteurs die nu als slippendragers fungeerden, zoals Ton Lutz, Philippe Lachapelle, Johan Remmelt en Henk van Ulzen. In de 53 jaar van zijn toneelloopbaan heeft Louis van Gasteren meer dan 400 rollen gespeeld. Hij was koning Creon in Antigone en in Sophocles' Electra speelde hij de opvoeder. Men zag hem voorts als Nero in Vondels, Petrus en Paulus en als de bode in de Gijsbrecht. Maar hij speelde niet alleen klassieke rollen, zoals blijkt uit zijn optreden in het Engelse blijspel Home Sweet Home. Markant was voorts zijn vertolking van de dokter in de Drie Zusters van Tsjechov. De toneelminnaars zullen zich Louis van Gasteren blijven herinneren als een enthousiast en integer kunstenaar. Ik heb vroeger in Den Haag gewoond, hier vlakbij. Met mijn vader ging ik daar vaak achter op de fiets. Naar kennissen van hem hier in Wassenaar. En daar aan de overkant, daar stond een boom. En iedere keer als we daar langs reden, dan riep hij over zijn rechterschouder: bestie prijs. Ja, het is bij mijn weten de enige boom in Nederland geweest, want ik heb er nooit ergens anders heen gezien. Ze hebben hem blijkbaar omgehakt. Ik mis hem al een tijdje. De cipres. Jezus, dat dreunde dan over de weg. Hij had als acteur natuurlijk oog voor decor. Veel is veranderd. Maar mijn manier van werken niet. Nog steeds ben ik, als toen, een schilder die een eerste streep op een leeg doek zet. Op mijn gevoel en intuïtie volgen een tweede en een derde. Dat kost soms grote moeite. Sortie numéro 7.
Alle passagieren mit der Transgruppe 685 nach Paris werden gebeten, sich durch Ausgang Nummer 7 zum Flugzeug zu begeben. All passengers on Air France Flight 685 to Paris, please proceed to the aircraft through gate number 7. Tous les passagers du vol 685 par Air France à destination de Paris sont priés de se rendre à l'avion par la sortie numéro 7. How good of you to come along in person. I hope you had a good flight. Thank you. I don't believe you've met my mother. How do you do? Do you often come to England? Occasionally, yes. Quite so. I think I explained my problem to you on the telephone. You know my wife, don't you? I rather gather that you'd spent a night in a hotel in Dorking. I went down to Dorking myself. Afterwards, when I came out of the station, the first thing that I saw was the cemetery. I realized, of course, you couldn't possibly have taken her there. Then I looked around, and then I saw the taxis. Well, I went up to the taxis. I thought I'd ask them all, one by one. Excuse me. Last Saturday, did you pick up a man and a woman in red slacks? Oh, the man also had a fishing rod with him. Fishing rod, sir? Yes. Oh, I don't think so, sir. Oh. Sorry, sir. Try my mate. Oh, thank you, yes. Well, just cut a long story short, I asked the second and the third and the fourth. But I also asked the fourth how many taxis there were in Dorking, and he told me that there were five. And as luck would have it, the fifth taxi drew up just then. You know that he had picked you up and taken you to the hotel. Well, of course, I was delighted. You can imagine, can't you? I realized that my efforts were not in vain. I really was getting somewhere. I can't get a divorce, you see. She's mad. Yes, quite mad, poor dear. Now, if you would care to admit that you have been with her, just to help me out, if you see what I mean, my mother and I, as a gesture of appreciation, would be prepared to offer you £5,000. Guineas? Guineas. Do you feel that you can accept our offer? I'm terribly sorry. I'm terribly sorry. Bellissimo! Ah, fino. Odlično. Ja mislim da će tako da ovdje. To je odlično. Koža prava, čista koža. Oh. Volite. Dužina će da vam bude dobro. Malo je komotno, ne, nije. Sasvim ramena, sasvim dobro. Meni se čini da je odlično. Meni se čini da je to za vas savršeno. Savršeno. Tijdens een filmfestival in Belgrado trok ik op met de Italiaanse journalist Luigi De Santis. En wij namen lachend de taalbarrières. We want to book for Zagreb tomorrow. Zagreb? Tomorrow? Tomorrow, Zagreb. Sunday? Yes.
za Zagreb sutra. Sutra za Zagreb. Moment, da vidimo. Beograd, Zagreb. Sutra nema aviona za Zagreb. Nema. Nema aviona za Zagreb. Nema aviona za Zagreb? Nema aviona za Zagreb. Da, nema aviona za Zagreb. Che bella lì! What does it mean? Oh, there is no plane to Zagreb. Tomorrow. There is no plane to Zagreb. No. Nema aviona za Zagreb. There is incredibile. Addio. Ciao. На сърцу ми остава само туга, тежка туга, ах, не, о, и я. Nema aviona za Zagreb. Nema aviona za Zagreb. Nema aviona. Nema aviona za Zagreb. Nema aviona za Zagreb. Moment. Mleko ne prodajemo. A ne, 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 ne. To je svojina preduzeća. Nije to moje. Ja sam metan i nije to. Nema aviona za Zagreb. Nema aviona za Zagreb. Ne, ne na kamion. Nema aviona za Zagreb. Ne, ne, ne na kamion. Ne. Ostavi me čoveče na miru. Da ostavite me, ljudi, ja imam da isporučim još 400 flaša, punih flaša. Ja samo radim sa punim flašama, a drugi radi sa praznim flašama. Nema... Daj mi tu praznu flašu. Nema aviona za Zagreb. Regalno. Formidabile. Tja, Nema aviona za Zagreb werd een begrip dat ik samenvatte in het woord Nema. Nema vooronderstelt gedeelde gevoelens en gelijkgestemde verwachtingen. Wat Nema in zich draagt, is goede wil en groot onvermogen. Nema en het leven als zodanig zijn niet vast te leggen. Je zit erin en toch ernaast. Het is zomer. De vogels fluiten. De schildpad steekt zijn kop naar buiten. Hij wil wel, maar hij kan niet fluiten. Wanneer je met mensen over een praat, dan zijn ze al meteen aan het draaien. Film. Inderdaad. Het is allemaal al film. Ik zou alles willen laten zien, omdat iedere waarneming van me erin past. Kijk, Zak. Iedere stap die ik doe. Ook naar binnen. Alles. Waar ik bij betrokken ben. Hoe ben je daarbij betrokken? Neem maar zo'n stoel. De patina. Of hoe moet ik nou iemand laten voelen hoe lekker zo'n ding zit? Weet je waar ik op wacht? Op een meubelverkoper die tenslotte zegt: wow, dit is de onderkant. Wat wil je daar nou mee zeggen? Nema
Aviona za Zagreb. Ik ben van mening dat het leven in wezen één grote illusie is. Aan de overtuiging dat ouders en leraren altijd gelijk hebben, kwam voor mij al gauw een einde. Ook aan de illusie van een partner voor het leven. Kijk, ik woonde vroeger hiernaast. Ja. Je kan het van hieruit net niet zien. Mm-hmm. Daarachter. Ja. En Lou, ik kon mij niet zien. Nee. Maar ik kon hem wel horen, begrijp je? Of in het bed horen. Dit was een zee. Niets is zoals het lijkt te zijn. 2 jaar lang leefde ik met de illusie dat ik een zee of een bes kon schieten in het carillon. Totdat mijn buurman me uit de droom hielp. In de Sahara had ik ook zoiets. Daar zat een insect in het zand, zo groot als een riksdaalder. En met ogen zo groot als dubbeltjes, die me maar aanstaarden. Als ik even bewoog, dan kwam die naar mij toe. Er ontstond een hele gekke spanningsverhouding. Ik had natuurlijk weg kunnen lopen, maar ik wilde de mindere niet zijn. Als ik een steentje oppakte, dan reageerde die direct. Het was net alsof die voelde wat ik van plan was. Misschien heb ik wel een uur om hem heen gelopen en hij draaide maar mee. Steeds bukte ik me snel, tot ik tenslotte een handvol steentjes had en die gooide ik achter elkaar als een mitrailleur naar hem toe. Ik heb hem geraakt en hij was dood. Toch heeft het beest me nog lang bezig gehouden, weet je dat? Ik wilde zijn identiteit vaststellen. Overal heb ik navraag gedaan, maar niemand kon me vertellen hoe dat beest heette. God, ik heb er wat van afgelopen. Ik ben er zelfs naar Parijs gegaan. Bij een entomoloog en Sahara-expert. Professor Balagowski. Ik heb hem dat dier tot in details beschreven. En weet je wat hij zei? Cet insecte-là, cher monsieur, il n'existe pas. Thank you.
Mr. Van Gasteren, your room number is 623. There was a gentleman already asking for you, Mr. Parseval Corpse. How are you? Unbelievable. Good to see you again, Louis. 30 years in between. And it's make no Hollands. You really do? Parseval Corpse zat naast me in de klas op de HBS. Onze leraar aardrijkskunde, Kingman, behandelde Canada. Hij wees aan Montreal, Toronto en Vancouver. Parseval stond op en protesteerde. Daar was in de jaren 30 moed voor nodig. Het is niet Vancouver, meneer, maar Vancouver. Ik ben er geboren. De leraar wilde er niets van weten. Het is Vancouver en het blijft Vancouver. Op dat moment werd mij duidelijk dat je alles zelf moet onderzoeken. Hoi. Hallo. I'd like you to meet my wife, Penny. Nice to meet you, Louis. How do you do? Ja, je moest je eigenlijk in het Hollands voorstellen, hè? Ja, ja. We spreken de taal allemaal. Daar zit het, hoor. Oké. Omdat ik wist dat ik zou komen, denk ik, ik neem wat mee. Have a look at this. Oh, dat is een van die oude HBS-foto's, hè? Ja. It's me. Ja, daar sta je op. Right, ik sta er ook nog op hier, ja. En dan heb je Kingma, weet je hem wel? In de grote Kingma. Ja. Vancouver. Ja, weet je dat nog? Sprek hier verkeerd uit. Eigenlijk zouden we hem... We zouden hem nu samen hier op moeten bellen. Om te zeggen dat het echt Vancouver is. Maar misschien is hij al lang niet dood. Nou, daar staat hij. Hallo, operator. You make the call, eh? Operator? I would like to make a long distance call to Amsterdam. And the call is for Mr. Kingma. And I give you his number now. That's 241921. And the number here is Vancouver 926-2338. Yeah, that's right. Kingma. Speaking. Meneer Kingma, dit is Parseval Corpse. Herinnert u zich mij nog? Naast mij heb ik hier Louis Van Gasteren. Die is mij opkomen zoeken in Vancouver. Het is Vancouver en het blijft Vancouver. Je krijgt een onvoldoende, Corpse. Geweldig. Wat zie je eigenlijk als je ergens naar kijkt? Hoe vrij kan je kijken? Bij de geboorte is al veel van je blikrichting bepaald. Hoeveel moeite kost het om een stap opzij te zetten, zodat je vanuit een ander perspectief opnieuw kan kijken? Moet je dadelijk eens opletten, man. Let maar op. Ik heb mijn hele leven ook de andere kanten willen laten zien. Kan een mens zien, denken en voelen? Om die vraag te beantwoorden, begon ik te experimenteren met LSD. Ik gebruikte LSD om te onderzoeken wat de stof deed met mezelf en met mijn omgeving. Maar ik wilde vooral antwoord op de vraag:
is de menselijke Sjoerd, die als enige kan nadenken over zichzelf en slechts een paar dimensies kent, wel voldoende toegerust voor het leven. This tape was recorded May the 10th, 1958, and the young fella who is going to do the singing and playing will announce himself, and here he is, in person. My name's Vernon Cox. I go to Levesque School. I'm 11 years old, and I like to try to sing Birmingham Jail. Birmingham Jail. Here's West Coast News. LSD gave a 20-year-old youngster a short trip straight down as he flew from a third-floor window of a Telegraph Avenue building to the street below. Vernon P. Cox was the traveler at a trip party in his apartment. A police spokesman with some knowledge of the drug said he thought Cox probably thought he was a bird and just flew the coop for a short flight. Officials also said that by the time they arrived, any quantities of LSD had been disposed of, although the three men who attended the up, up, and away party were still high. Cox was dead upon arrival at Herrick Memorial Hospital, and police officials informed his Europe-based parents of their son's tragic death. From what the police were able to learn about the last few moments before Cox's takeoff was that he was restrained several times from leaving the apartment, but just before leaping out a window, he told friends that, as long as I'm on a trip, I think I'll go to Europe. Angels in heaven, no. This is the center of the LSD religion in the United States. We have come here, as men have done for millions of years, to get away from the insanity of American society. We find God here in our body. We find it in flowers. We find it in our senses, and we find it in love for our fellow man and for all forms of life. This is a meditation house. For the last 4 years, people come here day and night to take LSD and to find God. These people that you see here today are right now in the middle of an LSD session. They're participating and celebrating their religious experience. This large house is the center during the winter for our life and for our worship. We all have received the message through the normal Red Cross channels from the Red Cross in San Francisco. What information he gave you on that distance? On this distance, the information only that my son had was dead and the death from falling from a window. And no information on why and how? No information whatsoever why. We did not find out why until we arrived in Dallas. Oh, I can't remember exactly what the Dallas paper had to say. That was the first clipping we read. But the Tulsa paper is the one that I remember how they wrote this up, that he thought he was a bird, that the police or someone said that he must have thought that he was a bird and could fly, that he desired a trip to Europe, and this is the way he thought he could fly. Can you explain why your son took LSD?
I just cannot explain why, because, as I say, pretty much a physical culture. See, what was Vernon for a kind of a boy? Well, Vernon was a fairly intelligent son. This is a tragedy in that he did jump out of the window, because Vernon did not smoke, he did not drink, and he had very few of the vices that the American teenagers have today. He's very much interested in writing. He seemed like he let this become his life, writing. We have a few tapes of him reading poetry. Can I hear a tape? Yes, you can hear a tape on his poetry. This is our son Vernon reading some of his poetry recorded in Berkeley, California, 2 weeks before his death. Poem 1, The Spinning Top. They keep telling me to go to school so I can graduate, get a job, and become a respectable citizen. Yeah, society wants to wind you up like a top and spin you in a single hole until you've spun your grave. I saw my death surmount the windfall rock and spinning dove into the mother's sculptured stone. Then down the dawn I saw the center groove sinking in lock anchor to night's gravity, heavy as a sun. Not even moons lighten the load, there was no zodiac. And in the centrifugal force-fed cell, the serpentel whipped out a life, and no one wept the birth. Why weep the death? So we were just talking to this young man in the white shirt, and he wandered by in the middle of an LSD session and said, why do you bother to talk when God's message is all around us? There's no need to fight. There's no need to compete. We're here in the Garden of Eden. Turn on, tune in to this wonderful nature, and drop out of society, warfare, competition. I don't really think we need machinery. We always did for all of our children what we thought was right. They were all in church, going to church from childhood. And this, I know, is not everything, because I think in the home counts first what your relations there. We always had close family relations. I shared their grief. I would try to help them understand why and how that could have happened in such a way that they might feel as proud of their son as they would if he had been an astronaut who had crashed, or someone who had fallen in the line of high spiritual duty. Thank you.
kunnen goddelijke ervaringen daadwerkelijk opgeroepen worden met drugs. Geeft een goddelijke ervaring een extra dimensie? En lost die wel iets op? Met die vragen zocht ik de Indiase guru Meher Baba op. Alta Meher Baba says, be happy, don't worry. I love you more than you can ever love yourself. Baba, tell me who you are. I am God in human form. My experience of Godhood is continuous, without a break. But those who call themselves God incarnate and say that they have experience of God realization, they are hypocrites. Those who say that they are God and have no experience of Godhood, better than them are those who do not say that they are realized and have no experience. Now, in India, sannyasis, since ages, there are those who have been used to drugs. They are drug addicts. They are the ones who take ganja. Then they take charas and bhang. And they feel uplifted when they take these drugs, and they see colors and signs, and they feel through their hallucination that they have reached the goal. And that false experience is also not continuous. There's a break in their experience, and that is the reason why it is not real, Baba says. Those who take ganja and drugs, they get uplifted through the drugs, and then in the end they go crazy, mad. I have no evidence to believe that Baba puts down the use of drugs. After all, Baba hasn't talked for 40 years except to say one message: don't worry, be happy. Any followers of Baba, including his secretaries or disciples who surround him as they do every great man and attempt to pervert his message into some Boy Scout oath or some new series of virtues and vices, are losing the message of Baba. I listen to Baba. He tells me I'm God if I recognize it, and I believe him. I listen to Baba and believe in him. He says, don't worry, be happy. Now Baba's checking me out. He's saying, oh, Timothy, don't take LSD. And I know Baba, he's God. I'm learning how too. He's just seeing if I believe in what I'm doing. As Baba knows that if I believe in what I'm doing, I'll be happy and won't worry. And my way of finding my divinity is a little different from his, but Baba will look at me with his smiling eyes and he'll say, go to it, Timothy. Be happy. Don't worry. Take LSD, Tim. Be happy. Don't worry. LSD kwam overal op straat te liggen en werd tenslotte verboden. Daardoor werd het moeilijk om LSD te gebruiken als therapeutisch instrument. Ik weet zeker, zonder LSD was ik uit het leven gestapt. In navolging van mijn moeder en mijn grootvader.
Dit is wat die angst is. Angst is niet goed. Weet je dat? Verschillend is dat eigenlijk met mensen. Bij mij was het zo van u. Voordat ik het wist, was er al. Dus ik kijk hoor, die eerste schreef. Gisteren was ik bij de stomerij om wat weg te brengen. En Mardou die wil ineens de winkel uitlopen, de straat op. Ik roep hem terug. Mardou, blijf hier. Er stond nog een andere vrouw. Terwijl ik ze afrekenen. Vraagt ze me, is dit Mardou van Gasteren? Ja, zei ik, dat klopt. Ik ken dat hele mens niet. Wat denk je dat ze zegt? Ik heb haar verpleegd de eerste 5 nachten. Die waren heel kritiek. Is het gek, hè? We keken elkaar maar aan in die stomerij. Ze had ook een dochtertje. Ja. Er staat geen toeval. Dus is er ook geen reden voor angst. Misha, klaar? Ja. Dat hij blind is. Strange days have found us. Strange days have tracked us down. They're going to destroy. Ik heb in Amerika veel rondgereisd en ben in contact gekomen met heel bijzondere mensen. Wetenschappers, kunstenaars en intellectuelen. Mijn moeder had me gewaarschuwd voor die vuile kapitalisten. Maar ik vond er waardering, optimisme en vrijheid. Hello, our prayer for today is... Father God, help me to experience... There's one place to buy a real clean, low-mileage used car, and that's Rambler Village. Thank you for calling.
Thank you for calling. Says it'll be near 90 today, so you better start early to make hay. Don't wait, says Bernadette Paytas. Wait. Story of the hour. 5 more Americans are dead in the fresh fighting in Vietnam. Something noble and brave is going on out there. And try new McLean's. You'll dig it. It's McLean's toothpaste that cleans with a new kind of taste that is so wild. Sure, and we decided yes. Not for no reason. You're saying no. And we remain ready. And here he began to paint. Will be charged with bank robbery, kidnapping, rape, and murder. Only Martin Hines and his God know what actually happened. For news as it happens, when it happens, keep tuned to affects me, affects my music, and comes out in my music. It might not come out in the compositions, but it comes out in the improvisation on the themes. The Fire Waltz was one of these compositions, and it came about because of a kind of inner fire in me. Mostly, it comes out in the form of protest against the whole mess. I think because there doesn't seem to be too much communication actually going on. The method that we're using to communicate isn't working. Because too many Cold Wars and things like that set up, you know? Between Russia and America especially. Where they talk, they communicate, but they aren't really saying anything to each other. Nothing that really means anything to either one of them. Vergasteren. Ja, dag Do. Ja, hier komt Bidou voor je. Dag! Hier komt Do. Nee. En jij komt? Ja. Waar moeten we? Ik ga even de loon geven. Hè? Leg het niet weg. Rieke, let's go! Wat komt hier toe? Je komt er boven. Daar. In Amerika heb ik een professor ontmoet. Uit Mexico. In een gigantisch centrum van wetenschap. Misschien kwam die wel uit Acapulco. Die vroeg me of ik Dante kende. Losse bladen. Uit één boek, zei hij. Uit één band. Er is geen willekeur. Mathematische interrelaties. Professor Cirillo probeerde kunst in maat en getal onder te brengen. En elimineerde daarbij de menselijke emotie. I'm going to make a photograph of you like a Rembrandt painting. I found the formula. A woman alive, reproduced, here, alive, 5 years of scientific investigation. What is art?
There is no chaos. There is just symmetry. It's the angle. In this one, you'll find a straight line. All this information by research, all this data has to be computed. For years, I lived in chaos to find that there is symmetry. This one shows an ellipse. It might not appear so, but there is no chaos. This shows an ellipse. There is no chaos. It's only in your mind. There is not such a thing as chaos. Het wordt daar gefinancierd door industrie en militairen. Jouw foto, de relatie opvallend licht en reproductie. Het ideaal is natuurlijk, het lijkt wel echt. Maar wat is echt? Moeten we eens mee naar India nemen? Gaat het gaan? Nee, heer Baba. We love him more than he can ever love himself. Ja, ja. In een uur tijd heeft hij me stapel gek gemaakt, weet je dat? The imperfection of the instrument. The imperfection of the player. So, consequently, disturbing noises. Elimination. Reconditioning of man. Science goes forward to the essence, okay? Electronic thinking in music. Your mind. What are you after, Professor? The essence of what? Of yourself? Oscillating feedback. Right! We shell out for your hang-up. This is going to win a war. Thank you.
Weet je nog, pap? Die schildpad in Spanje? Ja, verdomd zeg. Ik dacht eerst dat hij dood zou gaan. Ja, ik ook. Ik denk er nog vaak aan. We hebben er zelfs nog om gehuild om dat beest. Gek eigenlijk, hè? Dat je verdriet kunt hebben om een dier. Het leeft toch? Que valen a 89, 86, 87, 86, 85, 84, 21, 23, 22, 18, 19, 20, 21, 22. Espere mi! Muy bien, señor. Confer! Vamos ya! ¡Olé! Eso es. Buen viaje.
Konden we wel wat verkijken, hè? Ja, man. Volgende rol, meteen door. Het samenpersen van de Opel maakte deel uit van mijn project Autovrokken tot kunst verheffen. Dit kunstwerk werd geëxposeerd in 1965 in het Vondelpark te Amsterdam. Ik prijs me gelukkig dat ik een veertiger was in de jaren 60. Alles kon. So don't you leave me standing in the shadow. That's enough of that for today. Next, we switch to Toronto and Marshall McLuhan for the official opening, the Amsterdam exhibition of new style paintings. Now, via early bird satellite, Marshall McLuhan. Painting now moves from representation to direct encounter with the environment, and this involves a certain amount of violence, and the artist thereby helps us to a new discovery of identity. By this means, when the new environment goes around, the electric environment goes around the old mechanical one, the old mechanical environment, the road, the car, the auto, these forms become art forms. Just as when satellites go around the planet itself becomes an art form, in fact, ceases to be nature in the old sense at all. I now declare this exhibition open, and I'm going to move on to another level. Michigan, I saw living people. Next to a beachside shooting range and cops shooting bullets into the lake through paper bodies to be interspaced in Milwaukee. In big capitals, support your local police. But who am I going to support? The Indians who gave the name to this capital, Milwaukee. By Germans, Schlitz, Platz. Hey, Frank Lloyd Wright, he built a church for the Greek Orthodox.
Milwaukee. I make up my mind, not knowing what my mind is. Ik heb lang in de illusie van het gelukkige gezin geloofd. Maar omstreeks deze tijd, 1969, heeft Jacqueline mij verlaten en dan Mardou mee. Ik kon toen niet anders dan stoppen met deze film. Pas nu, ruim 40 jaar later, heb ik de moed om deze film af te maken. Alleen met mijn dochter Dominique heb ik nog contact. U hebt gekeken naar 5 jaar uit mijn leven. De overige 85 zal ik u besparen. There is a song I